sfeer. Welkom allemaal op deze tweede editie van Museum Dialogen. En dat is eigenlijk een samenwerking van de KNW met een museum. De vorige keer ging het over op zoek naar de ziel. Dat leek moeilijk, maar vanavond is het misschien nog lastiger. Want het is Aardwerkers aller tijden verenigt u. Toen was het met het Catharijneconvent en nu is het met het Noord-Brabants Museum. En het zit in de serie de zogeheten Trippen. Trippen Talks. Trippen. It's a great trip. En wat gaan we doen? Het is in ieder geval geëngageerd. Ik citeer heel graag de geweldige Nina Simone. De geweldige zangeres. Die zei, an artist has to reflect on its time, zei ze. It has to reflect on its time. En dat is wat deze twee kunstenaars doen. In ieder geval met dit project. Componist en dichter Micha Hamel en beeldend kunstenaar en propaganda-wetenschapper Jonas Staal. Aanstaande zaterdag opent dus in het Noord-Brabants Museum de tentoonstelling Earth Workers, Requiem / Jubilate. En in samenwerking met het November Music Festival. Dat is in Den Bosch. Micha kreeg de opdracht om daar het jaarlijkse Requiem voor te schrijven. En hij zei, ja, dat wil ik alleen maar doen als ik het samen met Jonas kan doen. Want beide zijn al jaren bezig met de zogeheten klimaatcatastrofe. Het Noord-Brabants Museum die zag dat wel zitten. En nu zal er dus zaterdag, die zagen die klimaatcatastrofe wel zitten. Dus die dachten, doe maar. Ik haal het binnen. Dus een Requiem niet te horen in een concertzaal, maar straks in een museum. En we gaan het dus hebben over die tentoonstelling en het muziekstuk wat dus nog niet geopend is. We krijgen een voorproefje. Wat zeg ik? Een vette voorproef. En niet alleen Staal en Hamel zijn te horen, maar er zitten prominente wetenschappers en klimaatactivisten zitten straks aan de panelgesprekken. Het eerste zal in het Engels zijn, onder andere over klimaatrechtvaardigheid en natuurlijk ook over het werk. En het tweede, onder andere over tijd, maar en ook over wat kunst kan betekenen, over activisme. Maar ook jullie, het publiek, mag meepraten. Ik verdiepte me in dit onderwerp en op een gegeven moment werd het zo groot dat ik dacht, oh, ik ga me er helemaal in verliezen, dus ik heb jullie hulp nodig. Als je denkt, ik wil een vraag stellen, dan steek alsjeblieft je hand op. Wie zitten er dan in de zaal? Even kijken, wetenschappers? Doet er eentje. Huh? Iets hoger, wetenschappers? Ja? Oh, dat is niet zoveel. Eens even kijken, klimaatactivisten? Dat zie je. Ja. Kunstenaars. Oh. Muzici. Kijk eens even. Ja, het mag ook dubbel, hè? Je mag ook wel. Vlierenfluiters. Ja, kijk. Nogmaals. Welkom. Zowel Micha en Jonas zullen ongeveer in een kwartier hun werk toelichten. En die paneldiscussies duren ongeveer 40 minuten. Dus het is iets van 2 uur, maar het zal zeker niet saai zijn. En daarna gaat de bar open. En die is altijd heel goed, dat barretje hier. We gaan beginnen met Micha Hamel. Componist, dichter ook. En ja, al 30 jaar een bekende naam in de muziekwereld. Maar de laatste zeker 15 jaar bezig met zeg maar eigen projecten, avondvullende projecten. En vaak met theatergezelschappen. In 2021 met Orkater, het Zwarte Raam. Dat ook over de klimaatcatastrofe ging. Micha, wil je erbij komen? Ja, ik kom erbij. Want ik wil niet het gras voor je voeten wegmaaien, maar dat ging daar ook over. Dus dat is eigenlijk zeker, part dat was one. Echt deel 1. Ja, je zegt heel goed, dat was eigenlijk deel 1. Dat ging over een huisje op een hele grote witte vlakte waar helemaal niets meer was. En in het huisje woonden 2 mensen die probeerden erachter te overleven komen wat ze over moesten doen. Ja. En deel 3 komt in 2028. Dit is deel 2, hè? Earth Workers Requiem. Als we er dan nog zijn. En 2028 deel 3. En dat gaat over het verval van onze zintuigen. Over de crisis, de crisis van onze zintuigen. Ja, het zijn hele vrolijke dingen waar jij het is, bezig het moet. En je krijgt nu ruim 10 minuten. Mag jij je Requiem introduceren. Micha Hamel! Dank u wel. Ik moet het even slim doen, even kijken. Dit is de titel.
Earthworkers Requiem Jubilate. Ik kreeg de opdracht om een requiem te schrijven. En de vraag is, waarom een requiem? Een requiem is een dode mis. Ik heb al eens een keer een requiem geschreven. Dus dit is mijn tweede requiem. Maar ik ging in dit requiem samenwerken met Jonas Staal. Jonas en ik kennen elkaar al lang en dromen al lang van een samenwerking. En nu komt het ervan. De aanleiding is, het is al gezegd, de opdracht van Festival November Music aan mij. Dat zo begon het. En ik heb Jonas daarbij gevraagd. En zo zijn we het idee gaan ontwikkelen. Aardwerkers is Earthworkers. Is een soort van neo-marxistische term van alle organismen in de wereld zich inspannen om de biosfeer levend te houden. En dat een samenstel is, een systeem wat in principe zelfdragend is als iedereen daar zijn taak in vervult. En het stuk gaat over radicale solidariteit. En radicale solidariteit is niet alleen met wij, ons, elkaar, ons mensen, maar ook met niet-menselijke subjecten, met alles wat leeft, maar ook met alles wat ooit geleefd heeft en alles wat nog gaat leven. Dus zoals de socialistische beweging, de communistische beweging, de internationale heeft, het lied, zo hebben wij eigenlijk een intertemporale geprobeerd te maken, waarin wij eigenlijk alle tijden in elkaar, met elkaar willen verenigen en alle levende en ooit nog zullen levende entiteiten, organismen, met elkaar in een koor brengen, als het ware. Dus het werk is een is daardoor een dat verklaart, ik moet zeggen, dat verklaart ook de titel Jubilate. Want een requiem is alleen maar als je iets betreurt. Terwijl als je dus alles hebt, alles overal door alle tijden heen, dan heb je als het ware niet iemand meer te betreuren. Want betreuren is iets wat wij mensen zouden doen over ons eigen uitsterven of uitsterven van andere diersoorten. Maar dan ben je het eigenlijk ook aan het vieren. Dus het stuk is tegelijkertijd een grote weeklacht over de verdwijnende ecosystemen, de ecocides die worden gepleegd in onze tijd, in ons tijdsgewricht. En aan de andere kant het vieren, van het radicaal vieren van het leven. Oké, de muziek, dat verklaart de titel, het jubilate. Het is ook een eruptie van energie en leven. De muziek bestaat uit echo's uit een diep verleden, menselijk en elektrisch opgewekte geluiden, als ook geluiden uit de diepe toekomst, die 6 uur per dag gedurende 10 dagen worden uitgevoerd en elk moment per dag te bezoeken is. Dus wanneer u ook naar het museum gaat, u krijgt een stukje een stuk ervan te horen en hoort eigenlijk nooit het hele stuk, tenzij u zo gek bent om 6 uur lang in het museum te gaan zitten zonder naar de wc te gaan of een broodje in de kantine te eten. Dus het is de onoverzichtelijkheid is het thema van dit stuk. De klimaatcatastrofe, het vervelende is, die is overal. Die is overal tegelijk. Die zit in ons voedsel, in ons vervoer, in ons gedrag, in ons het is in het kleine aanwezig, het is in het groot aanwezig. En tegelijkertijd heeft het dus nergens een echt aangrijpingspunt, als het ware. Je kunt niet zeggen, oké, daar is iets in, daar gaan we dus iets aan doen, als het ware. Dus er zit een ontzettende onoverzichtelijkheid en een onkenbaarheid in, terwijl de catastrofe ook alomtegenwoordig is. Hij is overal en hij persisteert, als het ware. Hij penetreert ons bestaan eigenlijk continu. Dat heeft muzikale consequenties voor de componist. Want wij zijn gewend, ik neem even dat tweede punt, sculptureel in plaats van vertellend. Wij zijn eigenlijk gewend dat muziek eigenlijk altijd een soort verhaaltje is. Als je, en dan heb ik het over bijvoorbeeld een liedje, is meestal een verhaaltje. Dan heb ik het niet eens over de tekst, maar je hebt een melodie, die gaat ergens heen en die mondt uit in een refrein en dan komt er een nieuw melodietje of een nieuwe couplet. En dan, zo ga je als het ware een muziekstuk door. Hetzelfde geldt als je
Een stuk symfonie van Beethoven. Dat gaat ergens heen. Dat vertelt als het ware het verhaal van die noten die ergens heen gaan. In het klankmatig verbeelden van de klimaatcatastrofe gaat dat niet. Lukt dat niet, want die is niet discursief, zoals ik net gezegd heb. Dat is geen vertelling. Dat is amorf, groot, woest. En kijkt ons als het ware alleen maar recht in het gezicht, zonder dat wij het antwoord weten op hoe dit zich aan ons voordoet. Dus ik heb een compositie gemaakt die dus bezoekbaar is op elk moment van de dag. Je gaat erin, wanneer je wil, je gaat eruit, wanneer je wil. In elk moment van de compositie zit het moment van de compositie. De compositie bestaat uit momenten. En tegelijkertijd is het moment oneindig. Want ook als je 3 seconden naar de muziek luistert, ik ga zo in 1 minuut laten horen, hoor je ook als het ware het hele stuk. De muziek is dus sculpturaal en in plaats van vertellend. Het zijn losse events, als het ware, in de tijd. Alsof het objecten zijn die er zijn. Zal ik zo een voorbeeld van laten zien. En die zijn geplaatst in op de manier of met de compositietechniek, moet ik zeggen, zoals die heet outside time structures. En outside time structures kan ik even toelichten hoe dat in elkaar zit. Oh, wacht even, dat doe ik even zo. Bijvoorbeeld hier. U moet even bedenken dat dit is die muziek, die loopt van links naar rechts. Dit zijn allemaal tracks. Dus hier, deze track is bijvoorbeeld en dan even niks en dan snapt u? Dat is zo, dit is mijn soundfile van mij thuis. Nou zie je hier, dit blok, dat is niet om te lachen hoor, dit is gewoon mijn beroep. Dit is een blok en u ziet dat hier dat blok precies zo terugkeert. Nou, dit is dus een outside time structure in de zin van dit is geen dramatisch opgebouwd verhaal, zoals de Beethoven-symfonie die ik net even voorzong. Maar dit is, je ziet hier dat deze tussenruimtes hiervoor, die worden langzaam groter bijvoorbeeld. Hier worden de tussenruimtes langzaam kleiner. Ziet u dat? Is dat helder of niet? Ja, dus je ziet dat dit is puur, zeg maar, om het heel flauw te zeggen, met de lineaal gemaakt. Het is gemaakt om als structuur. En niet eens als muziek, als het ware. Wat je ook ziet, is dat je hebt dit blok en je hebt dit blok. Daar gebeuren hele andere dingen omheen. Onder dit blok zitten, nou ja, al deze dingen. En u ziet ook, puur grafisch alleen al, al hier gebeuren hele andere dingen onder. Dus dit blok en dit blok, die trekken zich als het ware helemaal niks aan van wat er... Het is niet zo dat als het de context verandert, dat dan ook de muziek verandert, dat dan het blok verandert. Nee, het blok blijft gewoon zichzelf. Dus dat is een, zeg maar, sculptuur. Oh. Typisch. Ja, ik wou namelijk net al een grap maken over die lampjes, maar die komt nog. Maar nou wordt die extra leuk. Dus u ziet dat deze. Dit is een manier van componeren die als het ware de muziek als events in de tijd neerzet, op de tijdsas neerzet. En daar als een soort beeldend kunstenaar, als het ware, ga ik daarmee om. Oké, de esthetiek van de compositie is, zoals de klimaatcatastrofe, ongezellig, niet fijn. De basisgeluiden zijn ofwel golfvormen, dus complete naakte natuurkundige vormen, en concrete geluiden. Het is hard gemonteerd en uit balans, dus sommige geluiden lijken te hard, sommige lijken te zacht. En die is versus de commerciële verwendcultuur. Er zijn weinig aangrijpingspunten, net als in de klimaatcatastrofe, wat ik zeg. Het penetreert ons overal, het is overal gelijktijdig. En tegelijkertijd weten we niet wat we ermee kunnen. En dat staat haaks op een spektakelcultuur. Kijk, dit is spektakelcultuur, dit lampje, die poogt het gezellig te maken. Hè? Dus eigenlijk wat hier gebeurt, is hier wordt iets neergezet in de hoop dat het iets communiceert, iets verzacht van de hardheid van deze avond, als het ware, dat een verzachting wordt om iets gladder te maken. Om een soort van affectieve dimensie bij ons op te roepen, dat wij ons hier gezellig en prettig voelen.
als het ware. Dus dat is het lampje. Dat doet mijn stuk dus absoluut helemaal niet. Dus alles is recht afgesneden. Alles is problematisch. Alleen al door de lengte. En u wordt ook wel een beetje weggeduwd als je daarin staat. Omdat de muziek is vrij hard, vrij lelijk. Om het even in gewoon Nederlands te zeggen. Vrij negatieve esthetiek heet dat. Dus je staat daarin en je denkt, ja, hoe lang zal ik hier blijven? Want ik word behoorlijk er bijna uit weggeduwd. Of ik moet eerlijk zeggen, je wordt met de radicaliteit geconfronteerd die je niet elke dag tegenkomt en in het Noord-Brabants Museum gelukkig wel. Nog iets over de klanken. En dan ben ik klaar. Ik gebruik synthesizers van voor 1972. Dat is een conceptuele keuze, omdat in 1972 het rapport van de Club van Rome uitkwam. En eigenlijk dat het punt was waarop, ja, daar kunnen we heel lang over praten. Ik kijk naar mijn panelleden al. Maar je zou kunnen zeggen dat er van 1972 er nog wat had kunnen kantelen. Is niet gebeurd. Menselijke geluiden zonder woorden. We zien het hele leven voorbij komen. Het zijn individuele geluiden, snurken, orgasmes, schreeuwen van pijn, kreunen bij een bevalling. Het hele leven komt voorbij. En ook collectieve geluiden. Een zwembad, een voetbalstadion, juichende mannen bij een doelpunt. Een lage, trage Gregoriaanse zang. Dus wij zien als het ware de condition humaine, dus de hele catalogus van mens zijn, komt langs. En daarnaast concrete geluiden, dus dieren, zeehond, parkiet, koe, vallende bomen, alarmen, sirenes, vliegtuig, F1-auto, Formule 1-auto is natuurlijk het excess van de fossiele industrie. Hè, van hoe kunnen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk brandstof verbranden. En ik heb even een kettingzaagplaatje gedaan, omdat de kettingzaag vind ik ook een meesterlijk symbool van de catastrofe. Namelijk, hij wordt gebruikt om bomen om te zagen. Hij loopt op benzine. En het is ook nog een ketting, want Prometheus die werd geketend aan de rots omdat hij het vuur aan de mensen had gebracht. Dus de ketting, de zaag en de benzine zitten in één instrument samengevat en is daardoor het prachtig symbool voor de menselijke catastrofe als het ware. Ik laat nog één plaatje zien, ook even over outside time structures. U ziet hier, hier ziet u de ammoniet die in de beeldende installatie ook te zien is. Daar gaat Jonas wat over vertellen. Met die kamertjes die steeds kleiner worden, die zich logaritmisch, of hoe heet dat? Fibonacci-reeksachtig. En dat zien we dus hier ook ontstaan. Hier deze lagen, dit is de langste. Die wordt kleiner, 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 kleiner. Dus dit is zeg maar in tijd. Dit is wat dit is in ruimte, is dit in tijd. En u ziet aan de timings, dit is uur 1. Dit is 1 uur 20, 1 uur 40. Dus dit ding is al bijna, is meer dan een uur. Waarin je luistert naar zo één grote lange klank. Dus als je hierin bent, heb je geen idee dat jij in een muzikale ammoniet zit, snap je? Dus dat is een ding wat op papier als vorm wordt ingebracht. En tegelijkertijd als muziek kan je er alleen maar, je kan hem eigenlijk alleen maar waarnemen als je dus zelf een hele andere tijdsbesef zou hebben. Tijdsbesef van een zeester of zo, die gewoon heel veel langzamer leven dan wij, die zal die opbouw, die zou dat heel goed kunnen horen. Zo werk ik ook met die. Oké, we gaan nu een stukje 1 minuut horen uit een stuk van 6 uur. En het is stuk, ik heb het gekozen omdat er een aantal dingen die ik even heb uitgelegd bij elkaar komen. Namelijk, er is. Er is een explosie, er is een kettingzaag, er is wat gekreun. Er is een beetje radiostoringachtige muziek. Een beetje gekraak, alsof golfvormen ook op elkaar botsen. Zit helemaal door elkaar in deze 1 minuut. Dank u wel.
En met de piepjes van de hartbewaking, hè? Hoorde u, ik weet niet of u... Ja, ja, u kent ze. Oh, wat jammer. Oké, dank u wel. Leuk. Zullen het horen. Dankjewel. Jonas, die houdt zich ook al heel erg lang bezig met als beeldend kunstenaar aan projecten die een relatie hebben met eigenlijk tussen kunst, democratie en propaganda. Hij noemt zichzelf een propagandawetenschapper. Zeg ik dat zo goed, Jonas? Ja. Ik ben gepromoveerd op het onderwerp van propagandakunst. Okay. Dus ja, dan. Promoveerde. Zijn vorige project, de CICC, de Court for Intergenerational Climate Crimes, dat waren heuse klimaattribunalen, die op verschillende plekken werden ingezet, waar rechters, maar ook afbeeldingen van uitgestorven soorten en publiek deelnamen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Fascinerend en ook verontrustend. En nu, dit werk, Jonas, mag ik je uitnodigen? Je gaat er wat over vertellen. Dank. Ik ga het over vertellen. And we agreed that this first panel was going to be in English, and then we're going to switch back to Dutch. Thank you for the introduction, and thank you, Micha, for your beautiful introduction to one part of our collaborative artwork. And I really liked you didn't return to the lamp, but I really liked your analysis of this bar-like setting. And there was a recent reflection by a journalist of the NRC that every new talk show program, television program in the Netherlands somehow always takes place in a fake bar, where we continuously have to have the feeling that we're somehow part of a kind of, I don't know, late night conversation amongst friends in which TV presenters randomly look in cameras that are hidden behind bars. And it's in itself an interesting metaphor for where our politics is moving towards, and the kind of radical anti-populism of your piece, of your composition, I think is also a statement in this regard. It's a kind of desire to engage with the world in ways that are fundamentally non-spectacular or non-spectacularized. And a reminder that there is joy in this extreme and radical complexity and rupture to find languages that we're not yet, you know, used to speak. Because like the whole framework of this, all these stupid late night bar shows and the way that these have been shaped by the rise of far right populists that is speaking in perpetual reductive racist language. It's a continuous simplification of the world, a reduction of the world. It's a violence that is done against the world. And it's also a rejection of the joy that comes with a willingness to engage with complexity. So I was thinking of all of these things while I was listening, totally separated from the notes I wanted to share with you. I just wanted to thank to all of you for coming to listen to us on the... Well, I was wondering, like, who comes the evening before the empire crumbles, you know? It's like, like, what kind of person thinks, oh, you know, tonight I'm going to listen to this, to a piece like this. I mean, you must be my favorite people already. So thank you to the organizers, Livia and Emma. And thank you specifically, Livia, for bringing me into dialogue with Jojita Gupta and Diana Suhardiman, following the question, who could speak of the question of climate crisis, climate catastrophe from a governing perspective, from a planetary perspective, in recognition of the hyper-locality in which climate catastrophe manifests? Because as Micha already said, the climate catastrophe is something almost incomprehensible in terms of its scale and various impacts, manifold impacts. It desires a planetary perspective, but at the same time, its distributions are fundamentally unequal. Its experiences are unequal, and the stakes of different societies and histories in why we arrived to the climate catastrophes are different. So it requires a planetary perspective and a hypersensitivity to locality. What does that mean from a governing perspective? These were questions that I wanted to share. So thank you so much for taking on the invitation.
That's already 3.5 minutes. Wow, incredible. And so the piece Micha already told a little bit about, Earthworkers Requiem Jubilate, it was commissioned by November Music. The installation in which it will take place is at the Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Some of the core ideas that I want to talk about now I've developed across the past years through my research on climate and propaganda, so the way that climate crisis is instrumentalized through different propaganda narratives in this devastating moment in time, a devastating moment in which we witness a genocide against the Palestinian people and their ecosystems, a time that is shaped by a neo-fascist turn in politics that combines a hatred against democracy, racism, the denial of climate catastrophe. These are always returning pillars, whether we're talking about the neo-fascist platform of Trump or the neo-fascist regime Wilders I that is currently in power in the Netherlands. And that results into a fatal politics. The philosopher Achille Mbembe has a term for this. He calls it necropolitics, which describes a politics that dictates how some people may live and how some must die. So a politics that manages death. And here, people, we should define people in the broadest sense of the word, in terms of population, those who populate and work and maintain our common biosphere. Who are these? Human animals, non-human animals, plants, all of those that lawyer, activist, writer Rada de Souza calls earth workers. Micha already touched upon the term. With the genocide against the Palestinian people in mind, we are reminded that genocide is also ecocide, is also culturicide, the destruction of culture. Because the extermination of people always goes hand in hand with the extermination of their land, their cultures, the language, music, literature, art, poetry, that defines the relationship between peoples and their natures, the relations between earthworkers. So what art, what music do we make in this time of necropolitics, in this time of a politics of death, rather than a time of the biosphere, the sphere that is governed through life? And I think earthworkers, Requiem Jubilate, it's an attempt to develop a form of art, a form of cultural work that is able to respond to this unacceptable time that we are living in. So Micha already explained, he was commissioned to compose a contemporary requiem. It's not exactly, I don't describe it as music, but you should correct me if I'm wrong. For me, it's a kind of non-linear landscape of sculpted sounds, and for me it's like sound fossils. So I love the fact that you just showed it in relationship to the Ammonite fossil cut through, because I listen to your piece like a kind of time capsules, like sounds of continents colliding, rumbling earthquakes, primary electronica, human screams of joy, anger, determination. And sometimes the combination of these sounds almost seems banal, but that's very characteristic of how fossils are created as well, like stone fossils are created. Because what is fossilized, what is remembered by Earth, are often only very small fragments of lived realities. Most things don't get fossilized. Not all life becomes a fossil. Only very, very rare parts of life are enter into Earth memory. So that made me think of this particular image of this car that becomes overrun by lava. It's this kind of colliding, the making of a fossil between two things that have nothing to do with each other, but collide at some moment, some random or semi-determined moment in time, and become something else. They start to form another material reality, a fossil, an earth memory. So what these sound fossils also represent is millions of years of earth work. That's the term I already touched upon, the term that Rada de Souza describes as following. I think it's worth to go into the core title a little bit more. So Rada de Souza describes earthwork as such. A story we grew up with went something like this.
every creature that creation has sent to this earth is sent here to do a specific job. The sparrow's job is to pick up worms. The worm's job is to enrich the soil. The butterfly is to spread pollen from flowers. The flower's job is to make honey and medicines for other species. The earthworms to loosen the soil and so on. The human species must consciously interact with other species through their work to survive. Through work, they must reproduce the conditions of their existence by consciously regenerating the earth and their environment for all species, because their own survival depends on the survival of all other species. To do this, humans must have the intellectual capability to put their present actions or work in perspective by locating it in the rhythms and cycles of life and creation. By appropriating the labors of other human beings and all other species, a small section of human species has made it impossible to reproduce the conditions necessary for its own survival and the survival of all other species on this earth. Appropriation snaps the interdependent relations that binds all species together. It makes regeneration impossible and therefore leaves all species with no future. Thus, the crisis of one earth worker is the crisis of all earth workers. End of citation. This crisis we can hear echoing through in the sound fossils of Micha. The sounds of a fundamental rupture, the sounds of the creation of an entirely new ecosystem, or, following Achimembe, a necrosystem, a system that manages death, not life. Thinkers such as Françoise Vergès and Jason W. Moore have termed this the Capitalocene. So the Capitalocene describes a new geological era of extreme climate phenomena, like we've just witnessed in Spain, for example, that result from the relentless extraction and burning of fossil fuels, which only benefit an extremely small elite and the political class that protects them. And part of these climate phenomena are a fundamental reshaping of Earth as such, of which this, of course, is a good example. The fossil elite, like the CEOs of ExxonMobil and Shell, they have made our collective extinction into their personal short-term profit model. Our extermination is their capital. This fundamentally challenges the popular myth of the Anthropocene. So this is a term that has been in use for the last 15, 20 years or so, that describes a geological era of climate catastrophe caused by the anthropos, Greek for man or human, as if we are all somehow equally to blame for the climate crisis. But we are not. Individual consumers have no meaningful impact on climate catastrophe. Your light bulb, your plane ticket, this might be ethically pose ethical challenges for you, but it has no material impact to speak of. Despite that, of course, fossil fuel companies or fossil criminals have become very good in creating a narrative in which somehow you are made responsible to buy their products to clean up their mess, as if they are not the ones who laid the foundation knowingly for the mass burning, mass suffocation, mass drowning of the vast majority of life forms on Earth. At large, the global South, although often blamed by racist politics for overpopulation, has no relevant carbon impact to speak of compared to the high consumption but low population growth of the consumer class of the global North. Meaning that the necrosphere of the Capitalocene, this sphere managed by death in a time that is shaped by fossil capital, is the product of an absurd small elite and their enablers, constructed on a 500-year colonial mindset that considers the world and that considers non-white and non-human living beings on it only as property. That's, in the end, the core of this story. And fossil fuels themselves are a good example, because fossil fuels are, as the word says, fossils, meaning millions of years of aggregated bodies of animals and plants burned in an accelerated way in our present that make futures
impossible. It's millions of years of Earth memory, millions of years of Earth work that we burn in the form of fossil fuels. So, of course, the Carboniferous period, which laid the foundation for vast reservoirs of crude oil, of petroleum, it literally has the word carbon in it. This is where across millions of years, the deposits of fossil fuels were created by living, working beings, plants, animals, and the like. Micha composed sonic fossils, fossils that are made out of sound. I made a fossil landscape for this composition and performers to operate in. So upon entry in the installation, you are faced with rows of wedge-shaped pyramids that are made out of crude oil. And on top of each of them, 100-million-year-old ammonite fossil is placed. The ammonite, as some of you might know, it went extinct 66 million years ago. It is literally the fossil inside of fossil fuels, a reminder of the living spirits that constitute our Earth memory. And as the composition is non-linear, so is the installation. So here you see the three spaces in which the composition will take place, in which the installation is made. You see all these rows of crude oil pyramids, black crude oil pyramids that are created. It is spread across different rooms. It allows different routes wandering across these vast geological timescales. And on the walls, variations of the lyrics return as chants or screams or declarations in the composition are shown, as if you're literally standing inside this nonlinear music score. So the visual composition and the sonic composition, they are two layers that are somehow operating simultaneously. Lyrics such as "Earth workers unite, earth workers of all times unite." That's the core text, and you will find it in varying forms and orders across the musical composition and the visual installations. These chants, these slogans, they declare this fossil landscape is constituted by millions of years of earth work. And you who enters into this landscape, you are not a viewer, you are not a visitor. Traveling across these vast spheres of time, you yourself are made by time. You are a maker of time. You join as an earth worker amongst earth workers. While simultaneously, the music landscape, the visual landscape makes clear the future of our earth work is compromised. Biodiversity extermination means less and less earth work is possible. It means life as such is increasingly unimaginable. And so less and less of this diminished remnants of life will enter into the fossil memory of the future. Mass extermination, mass death means less fossil memory, less earth memory. But less life does not mean no life. That brings me to the last part of the introduction, because some life forms, very rare life forms, actually benefit from climate catastrophe. So overall, there's biodiversity breakdown, but very few species actually benefit from climate catastrophe. And these are shown on some of the banners placed upon the fossil pyramids, these woven banners that depict these specific animals that my colleague Nadine Gouders researched that benefit from climate breakdown, because global heating might expand their territories, like mosquitoes migrating into the European South, for example, or because global heating expands their reproductive cycle. Longer periods of heat means multiple cycles of reproduction within the same year instead of a single cycle of reproduction. So the pine processionary moth, the mountain pine beetle, the castor bean tick, Nomura's jellyfish, oyster parasite, yellow fever mosquito, these species will form the future fossils. They are the fossils of the future. They are the earth workers, not of an ecosystem, but of the necrosystem of the Capitalocene. As Micha mentioned, the Requiem in Earth Workers, Requiem Jubilate, refers to a mourning of earth work burned.
and future earth work lost. Whereas the jubilate refers to the celebration of the world of many worlds that collective earth work has been able to bring into being, and in some cases have been able to maintain in its existence. And this collaborative artwork forms a fossil landscape of past and future. It's a chronopolitical arena, and chronopolitics is a term that refers to the politics of time. It's an arena of a politics of time. The politics of fossil elites exterminates our collective time. And it is now our task as earth workers of all worlds, as earth workers of all times, to unite in defense of earth memory, in defense of future fossils, in defense of the possibility of life, of lived time, even in the face of extinction. Is a complex work of music, a complex work of art, enough to change our impossible present? No. And the very mentality of the self-declared genius white male individuals heroically saving the world is exactly part of the human nature divide that has brought us to the catastrophe of our present. Humans do not save the world. We organize and fight with, and we fight for, and we fight as part of this world. Hands in paws, paws in leaves, leaves in stone, stone in wind, as earth workers united. Thank and you, I went Jon. 5 minutes over time, and I'm so sorry for that. So I'll be additionally silent during it's your this. Work. No, no, no. I want you to invite me at the bar, the fake bar here. Yes. You can choose. Well, maybe this. I will make place. And yeah, and then I will invite the guest that you were looking forward to speak, and that's Yoyita Gupta, and she's a Nobel Prize winner and a Spinoza Premie winner, so that's just incredible to have her here. I want you just, yeah, Yoyita. So come here just for a second, because I want to show you brought this. Can you just explain, because you can talk about climate justice, and you explained this in the hall, which is... We just finished publication in Nature and Lancet Planetary Health, and in that publication we talk about the fact that there are safe boundaries to our use of resources. If you cross the boundary, the system becomes unpredictable, so climate becomes so unpredictable that we end into a hothouse earth. But a safe boundary is not a just boundary. And a just boundary for climate, according to us, is 1 degree centigrade, which we have already passed. Mm-hmm. Because at 1 degree centigrade, already 70 million people are exposed to very high temperatures and very high humidity, and so they can die within a day. And this is just one of the very many different types of impacts. So you have the safe boundary, which is shown over here in blue, and then you have the just, the veilige boundary. The safe boundary is shown in red, the just boundary is shown in blue, and this is a pop-up museum, and it's going to be again launched in the We Are Warming Up festival. And there you can actually walk from outside the safe boundary through the safe boundary to the just boundary. And so you're supposed to experience that whole process. And anyway, the main purpose of that narrative is to explain not only the complete and total destruction that climate change brings us, mm-hmm. but we're also trying to look at the politics behind that. And if I may come back to his presentation, yes. It was great when you were talking about the entire impact story, but for me, the oil machine is so well oiled. It's like it's this one harmony, and all of us are dancing to it, whether we are the tractor driver or we are the guy who uses a diesel engine to make electricity when electricity goes out, or it is the flight operator. Everyone is part of this really well-oiled machinery that is synchronized, and it's completely,
That's how I visualize it. Yes. That's the other side of the story. And it's worth $16 trillion to $295 trillion. Global GDP is $110 trillion. So the question is, are we the puppets of the oil machine? That's the question. Shall I? She is a professor of environment and development. Yeah, it's a long story. Yeah, but, well, I wanted to say, in the Global South at the University of Amsterdam here investigates how issues connected with the inequitable table distribution of the effects of climate change can resolve through good governance. Not just the effects, but also, I'm focusing primarily on the big investors, so the pension funds, the development banks, the agencies, the multinational oil companies, and the national oil companies, which are even more dangerous than the multinational oil companies because they don't have shareholders. So we are investigating all these different actors. And for me, the biggest challenge is that more than 80% of the remaining fossil fuel is in the developing world, in their territory. Yeah. Developing countries themselves have the technology to take it out. They are saying they'll use the fair share, the share that we never left them to use. And so if they use their fair share, then we are moving not just to a 3-degree world, we will move to a 5-degree world. So, okay. Disturbing, but you could, well, good. You can sit down. Down, I want to ask, and Jonas to sit next to, and the third guest, Diana Suhardiman, director of KITLV, that's the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, and she is professor by special appointment of Natural Resource of Governance, Climate, and Equity at Leiden University. Correct me if I'm wrong. What is your reflection on the lecture of Jonas and his work? Because you were talking, you're investigating also climate justice. Is that right? So shall I? No, you have your. Oh, yeah. I have. It's only Jaita who has to. Okay. Microphone. Sorry. Yeah, because the voice, or was there just? Because he's had earrings. It's because of the earrings. Ah. Sorry. It's not that there was an end of. Okay. Yes. So you don't have a comment, please, Diana. You wrote things down. Yeah, I thought when you go through your presentation and explaining the rationale and also the philosophy, the ideas behind your artworks. Two things strikes me that actually is very much in common. We are talking about two very different things. The climate catastrophe, which explains also in Mika's work of the Requiem. But when you explained it in terms of like there is a twist in it, because you talk about cycle of life and creations, and also about earth memories in living spirits, which I think if I take these two phrasing in the context of indigenous knowledge systems, cultural continuum and political agencies of indigenous people and indigenous people's movements, they resonate very, very closely. So I see it more as like it's the two sides of the same coin. You explain this industrial, these fossil fuels, the politics of death. But at the same time, I think there is also this life philosophy, a cultural way of doing things that actually still, by continuing doing what they have always been doing, is actually tweaking the entire narratives of politics of death. Because even the idea of territories, when you said like this is only owned by a number of fossil elites and this kind of like this, so actually you are talking about the entire system of territorializations when oil company, fossil fuels companies, industries, and when you talk about it, we are all dancing very nicely in rhythm as like the opposite side of the earth workers in your story. I think at the same time, there is also pockets still on earth that
that through indigenous knowledge system and indigenous life philosophy, we can still see the other side of the coin. So I think the question would be like how to strike the right balance that we have also. I totally understand why you put the title as a requiem, because it's disastrous. It is not optimistic. But I think at the same time, we should not also forget about the spirit of life that is still here in the context of indigenous knowledge system. Yeah? You don't look just only at indigenous knowledge systems. Yeah. You can also just look at, if you look at those who are... who believe in the ancient Hindu systems. I mean, they worship every single animal. We have 33 million gods, and each god has an animal. You know, the elephant rides on a mouse. And the idea is that the biggest and most powerful are dependent on the poorest. So across, I think, all cultures in the world, so not just indigenous, there is a deep respect for nature. If you look at Islam, water is a gift of God. So, and even the Roman culture, you have, of course, all these different gods. And the idea of treating them as gods is to treat them with respect and to try and live in harmony with them till, of course, we decided that we are stronger than the gods. And then we brought down our gods, and then we became, not we, but some of us became the gods on Earth with these huge bangles. And that's what you were trying to focus on, right, in your story. I mean, of course, as a socialist, of course, I love bringing down gods. So, you know, and that's, I have no issue. But then the declaration of yourself as deity, there's a big... That's a problem. There, I would say, is the big fundamental shift. No, sorry, it's as a side note. But and as a reaction of Diana about there is another side of the... That the, especially the indigenous, that there are people who are really in balance with nature. That's what you meant also? No, I think it's... I'm not saying they are imbalanced in nature, but I think the indigenous life philosophy also look at it. It's a life cycle, so they move beyond human nature divide. So there's no human non-human environment for them. It's a life cycle, and it's striking that while you are talking about requiem, which is quite depressing, right? But we share a common phrase that you also talk about. Spirit of life and cycle of life. So that's why I think like it strikes in terms of there are these two sides of the same coin. I don't know if his requiem is always, as in for me, the ritual of mourning is also a ritual of recognizing that what constituted you. So the mourning is also a recognition of an interdependence, of the fact that in the mourning of another, you mourn something of yourself that is fundamentally... That fundamentally leaves, and this is unbearable. But it's also a celebration of the life that you shared. So I'm not entirely sure that the requiem is always. But the title is Requiem Jubilate, so it emphasizes both this, yeah. the mourning and celebration, and the term earthwork indeed follows the work of Radha, who builds as someone, as a Tamil woman and as a Marxist thinker. In a way, dually builds on an indigenous and socialist cosmology, you could say, trying to recognize this interdependent work that potentially makes our world. But I very much agree with. Maybe it's true that what's in the way I spoke reductively, as if there are no spaces of resistance. I think there are, and following what you were saying, I think that even societies that that are at, let's say, at consumer societies that are at the heart of ecosystem breakdown, we still rely on nature as a relationship, not nature as something external to us, nature as that what links us to other living beings in the way we tell our stories. Like, we use animals and animal and allegories, and, you know, even in a dying world, we still rely on the echoes of life to even be able to tell ourselves, our children, our friends, stories about what the world is. So so even in this, in highly compromised societies, in which caretaking relationships, water protection, forest caretaking, all these things have disappeared, still in a way we rely on that language. And that's probably is what we have something in common, that I don't know whether you agree or not, but that's also what I think, that
your work also highlight quite nicely about it's dark on one side, but I think the jubilante also can be interpreted as an invitation of the spirit of humanity, right? I wanted to ask something, because you two are scientists. He's an artist, also, of course, a scientist. And as I hear you also making you angry about things and nobody's listening, is art, this exhibition, a better way to get the message done and to shake everybody up and to see we're in a climate catastrophe? So, you know, I think that there is a percentage of the society that sees there's a climate problem, and then there's a percentage of society that denies climate problem. And my worry is that the percentage that denies the climate problem does not go for artistic endeavors. And I see that because our new government has increased the costs of going to theater and music and books. So it's almost like if our government is an example of how people who do not believe in climate change do not believe in art and music, then art will not communicate to them. It will communicate to the believer, and we can join forces and we can try to find a way to communicate. But I don't know how do you communicate to the group of people who would vote for Mr. Trump or who would vote for Mr. Wilders. Because what do they listen to? How do they learn? How do they see the world? And that's my fear. Yeah. On the other hand, for people like the people here or for my students, I think these kinds of programs are so inspiring, because whether you show only the adaptation side, the damage side, and not yet that oily process of that could be your next, maybe, or whoever knows, a little small thing. But the point I'm trying to make is that there's a beautiful expression in that, not something we enjoy, something we want to walk away from, I agree. Yeah. But it communicates to us who like music, who like art, who want to. So that's what my fear is. The fear is, how do we communicate to those who don't care? How do we communicate to the CEOs of oil companies? But is it also the audience who go to the museum? Aren't we also a little bit in denial of what is happening? Is it still, you know, you make it is. A sort of line? So, you know, it is possible that all of us in this room are in the top 10 or 15% of the world. And of course, we consume quite a lot, but more than what I think we consume is the way our pension funds spend the money. Because there's a lot more money in our pension funds than that we are using actually on a daily basis. That's true, yeah. So the question that comes up is, how are savings resources and pension funds invested? But, you know, if you look at one billionaire in Australia, what he emits in 1 hour on his ship is what an average Australian emits in a whole year. So the behavior of the top 1% is unbelievably indecent. That's terrible. But how can we turn that down? How can we turn it around? The question is, so for me, if the two groups I isolate are the big investors and the CEOs at the top, and the other group is the ones who don't believe in the climate change, then the question for art and music and culture is, how do we approach those groups? And what is climate justice then? For me, climate justice is to make sure that all of us who have overused stop our fossil consumption ASAP. So in Netherlands, it should be 2025, not 2050, in order to make some space for the developing countries, because they will use it, because it's on their territory, it's their fair share. So we have to do it really rapidly. And it also means, for example, in the Netherlands, that we don't care about the national level. We focus at the municipal level, the provincial level, and we mobilize. And we see that in America and in Australia, when the national governments did not support the Kyoto Protocol, it was the lower governments that became active. So in some ways, our job as scientists and artists is to communicate to mayors and provincial authorities. Diana? What for you is climate justice, and do you agree with Yuri, or do you say, no, we need this and this and this? Or I think I would not say I agree or I disagree, but I think it's also important to, if we look at climate justice in the context of the Global South, I think it is also important to
integrate climate questions into the other development challenges, such as poverty issues, water challenges issue, water scarcity issues. And so that alone also give us a insight that we cannot tackle the climate crisis if we are only looking at climate. Climate is part of life. So if we want to solve climate crisis, I think it is also important to understand how people make and remake their livelihoods. And when people, I mean like farmers, people at fishermen, people living in the coastal areas, urban dwellers. Everybody. Everybody. How we cannot convince a coastal fisherman that he has to take this and this climate measure if he cannot earn a living. No, but that's exactly my point. My point is that as long as they have fossil fuel resources, yes, the incentive to go into an electric boat is much lower, or an electric vehicle which is powered by solar is much lower. And so therefore, the issue of stranded assets is one way in which the developing countries could try to get resources. Loss and damage is the other way. So loss and damage is when you've already had an impact and you send the bill. And stranded assets is before you use the oil. And I told you it was 80%, so it's a lot of oil and gas. And this is absolutely essential for every farmer, for every fisher, for every local house. So if you want that huge transformation to happen in the global south, you have to find a way to compensate them for their stranded assets. But even in the Netherlands, you need a justice story. It doesn't help to give rich people a subsidy to go off fossil fuel if the single mother is not getting any money, because rich people can afford the major part and then they get a small subsidy. But the poorer people in the Netherlands can't afford that in the first place. Okay. So you have to make sure that the whole municipality goes off fossil fuel, and that has to be organized. You can't expect the individual to do it on their own. Oh, so everybody has to do it? But it starts with a government It has to be organized by the state a little bit. Yeah, because Jonas, you also said it's not... if somebody wants to ask something, please raise your hand. You also said you don't blame, or was it Micha, the individual. It's the system. I mean, I think when in the 70s ExxonMobil commissioned its own climate scientists, its own scientists to research the impacts of fossil fuel extraction and burning, and they got back a report which has been one of the most accurate reports up until the present day in terms of the mass burning, mass drowning, the mass dying that would follow. The Exxon, rather than making that knowledge public or mass divesting from fossil fuel and mass investing in alternative sustainable. There's also a discussion we can have about so-called sustainable energy and the fact that it still relies on an extractive model, and the question whether so-called sustainable energy is the solution, or if our energy demand is just excessive by definition, and if this, and the idea of progress that this underlines, if this is not just a fatal story we're telling ourselves. In any case, when Exxon had those facts in front of them, they didn't make them public. They called upon every other fossil fuel CEO, gathered them at one of their gigantic boardroom tables, and decided that they would not mass invest in sustainable energy, they would mass invest in misinformation, in paying scientists to produce false data to derail the narrative. And at that moment, essentially, they chose, in the face of the facts, we prefer our personal profits over the lives of the many, of the lives of everything. Everybody. This is beyond criminal. Yes. Like, this is conscious, planned mass murder. It's ecocide. It's the murder omnicide, as Amitav Ghosh says, the killing of everything for the profit of the few. So then you cannot tell me that whether someone buys, you know, the bio option or the non-bio option, or carbon offsets their plane ticket or not, or has an iPhone or a Fairphone, like as if that matters. It matters ethically.
It matters for how you want to live your life, if you can afford it, because it's a class issue also. Exactly. Who owns a Tesla, for crying out loud? Yeah. And also today, who the hell would buy a Tesla? It's like the most creepy Trump vehicle that drives around on Earth, you know? Anyway, so that's my point. That was my point I was trying to make. To illustrate also, people want electricity in their house. So they just want to put the light on. The microphone. Yes. People want electricity in their house, so they just want to put the switch on and the electricity should be there. Yes. So that's why I mean that it should be organized a little bit, because for each house to do it separately, I mean, we did it separately at our own house, but it was like you were phoning the commenter the whole time and the commenter was saying, ik wacht op den haak. And that doesn't help. So at a certain moment, I did it. But I know it was very stupid because maybe when they finally changed it, my system is the wrong system. Yeah. But you need the municipality to organize it for the whole neighborhood, because in fact a lot of the people want to be helped in this process. When you're eating meat or something, then it's maybe a personal choice to some extent, but even so, if the university gives you vegetarian lunches in the cafeteria, people eat vegetarian because the choice isn't there. Yes. So you see a change in the way people behave. So you do need a system that also changes with you and encourages change. It can also be a local government. Of course, of course. It starts, because we don't have to expect something about the national government. But then better initiatives from the smaller or from the public itself. But we're also so spoiled. It's difficult to change, aren't we, Diana? No, I think in terms of change, I would tend to agree with Jonas, because I think everyone can contribute their little bits and pieces, but we cannot ignore that the problem is systematic. And it is very clear even in the context of energy transition. Energy transition, Tesla, electric car, okay, it will solve the climate issue or the carbon issue in Europe. But where does the elements come from? From the mining in Indonesia or elsewhere in Global South. And it continues like that. So you can see like there is like element of path dependency, but there is also systemic issues that is really embedded in the way power structures and power relations. And by that, I mean both globally, but also nested to the local level, that strangled the whole society and the way humanity is evolving. Yes, I think. Yes, yes. Jonas, you maakt aantekeningen. What are you writing Always. Down? Yes. Maybe there are people in the audience that want to ask something to the scientist or Jonas or are having an own nice. Remark. The scientist but Jonas. Or Jonas. No, sorry. You know, you have people with competence here, or there's that guy. Yeah, Jonas, the man of steel. No. The great artist and scientist. No, I'm joking. It was just I also have you, Joyita. You said we surpassed the boundaries of a safe Earth system already. Safe and just. Mm-hmm. Safe and just Earth system and already. Saying so that's also interesting. Yep. What do you mean by that? So, you know, in the late 1980s, there was a paper written that up to 1 degree centigrade, it is green. Between 1 and 2, it is orange. And beyond 2, it is red. And the orange area means that some parts of the world will suffer a lot. So there was this information available, and very much in line with what he has been saying, there was a sort of a conscious decision made that 1 degree is not affordable for us. We should go for 2, 3, 4. Some of the economists also made their models optimize for 3.5 degrees centigrade. So there was a lot of manipulation of this information, because if we had started in 1990, there would have been such a gigantic change, because at that time, neither China nor India were really on the liberalization path. Yeah. But they were, the World Bank told them, you must liberalize, and that started in around 2000, 2005. And it took off in such a way that all the environmental rules and regulations were sort of ignored in many of these countries.
And then you also see that happening in the Netherlands in some ways, because you see the Ministry of Environment getting closed down and it's getting sort of dissipated in society. The power of the environment goes down, and now, you know, you see what has happened. So what you're seeing actually in this whole process is that the 1 degree target and the 2 degree target that got so politicized. Yes. That eventually, after 25 years, in 2015, we get the 2 degree target. Small island states say 2 degrees not good enough, we want 1.5. But then the scientists and the negotiators say, where's your science? There was no science. And then they asked IPCC to write a report on 1.5. So it was done only after the small island countries protect. And that is wrong of science. Yes. And I've been in IPCC for a very long time, so you know, I have many stories, but maybe not for telling. But the point I'm trying to make over here is that there was such a deliberate attempt, partly because the fossil fuel companies have just so much money, so much power. They infiltrate everything, even the lives of the common person. I mean, she was talking about the fisher and the farmer. Every diesel vehicle that a farmer has is a fossil fuel. Yes. So, you know, they have made it so difficult for societies to change, and that's why it has to be organized. Yes, yes, yes. Any remarks to that? Ja, dat kan ook in Nederlands de vragen. Ja, het mag ook in Nederlands, hè? Ja, hier komt iemand. I got the image of the Spanish king and his people in Valencia when he visited them, and they were so very disappointed in their government. Mm. It keeps coming to my mind. So it's not exactly your theme, but what is there is going to happen? Going to happen more things like this, I think, and there will be a lot of disappointment. How can we deal with that? And what, Bruel, I mean, of course there has to be a different policy and the governments have to change, but if they don't, we will all be disappointed all the time. I think. And everything will be broken down. You see, you said, one of you said that, and I read it, that because you see the catastrophe in Valencia, that people lose everything, their houses and everything. So the catastrophe is already so big. But the question is, how do we, what do we do? Yeah, so I'm also very angry about the big companies, but what do we do when this catastrophe is going around the world and affect all of us? It's very difficult. If you look at Florida, the insurance companies are leaving Florida because they say it's just getting battered over and over again. Uninsurable. It's becoming uninsurable. It's also, if it hits you, you're done. I mean, even if you take my mother's house, it's 52 degrees in Delhi this summer. And then the very next week, it rained more than it ever does in a short period of time. So Delhi was clogged. It's really difficult. Your brain stops functioning. It's so hot. And all the systems fall out. The energy system falls out. The water system falls out. And you just, it's a horrible experience. You're not losing your house. You're losing your mind at that point of time. And the question I'm trying to bring up is, we have to organize. We as scientists, yeah. We as artists, we as youth, we as pensioners, we have to just get together and work on every single municipality in the Netherlands, because Holland is a rich country, a happy country, and if we can't demonstrate to the rest of the world that we can get off fossil fuel and still have a decent well-being, nobody else is going to do it. Good. Can Diana? I think I totally agree with Joita. I think I want to add also, because we are talking about climate issues, I think it is almost impossible to have an approach at the national level only, because it is a global thing. So that's also the thing that we have to encourage and promote, that it's, of course, we want to make sure that the Netherlands is not undergoing the same catastrophe like in Spain. But something we have to very much acknowledge, like the globalization and the systemic issues that Jonas put in his work, there is also this element of interconnected ecosystem, and climate is
is making it very eloquently that we cannot, we have to think beyond our national borders. But that brings you back to the tragedy, and the tragedy is I don't want to take action because I'm too small, which is all the small countries. I'm not saying that the big ones are saying I don't want to take action because I'm too big and I might go bankrupt. And you're seeing that we are maybe saying, well, what does it matter? Nobody else is doing anything, so one more flight is okay. So, you know, there are three or four tragedies. And for me, every emission counts. Yeah. And I think the only way to break this cycle, because I've been following the climate change negotiations since 1988, and I must say that the only thing that will break that is we can have some success stories of countries that can change. And that is where I don't disagree with you as an international relations scholar. That is my area. No, I don't think it is an off. I don't think it's an or. Right? I think climate change and this systemic issue of that exaggerate the challenges is, I think, already so prominent. So we are not in a luxury position to choose. I think we have to do everything. We have to put our eggs in every basket, like international, national, local, court cases. Indigenous court cases, activism, scientists, everything. Yes. But I think maybe the term organizing is what is the connecting point. Because for me, what I think we need to profoundly reject is the myth of individual consumption as a way out, like green consumption as a way out of the crisis. Organizing is a way out of the crisis. Like I'm part, for example, of a group. It's called Verbond voor Energierechtvaardigheid, Union for Energy Justice. We work largely in the Dutch South, and basically what we're doing is organizing campaigns that try to bring back climate justice as a workers' issue. So we go we gather funds, we go to houses in working class neighborhoods, and we fund and organize the isolation, like the lowering of energy costs, the building of energy cooperatives, ways of building self-determination, energy self-determination amongst workers, showing that it has a direct benefit, financial benefit to their life, but also show that the climate justice is on the side of working and of precarious people. Because that's a huge issue with the way that the so-called European Green New Deal, for example, now is interpreted, or the way that the Paris Climate Accord for a very large part hinges or is built on projected corporate greenwashing solutions, is that it makes the question of climate catastrophe as something that belongs to elites who can afford it, who get the subsidy for their electrical cars, so to organizing and to bring back climate justice as a workers' issue, I think, is critical. And from an artistic point of view, from a cultural point of view, the changing of the narrative of the propriety-based view of the world. And this, of course, is, I think, the research that you are doing when it comes to indigenous knowledges and perspectives, non-proprietary relationships to the world, which is not necessarily for every indigenous nation, and it's important to be very specific about which practice, which place, where. But this building on non-proprietary perspectives and propagating non-proprietary views of the world is critical, because now the people of Exxon who had that report in their hand and who decided, we prefer the world to burn than me to lose my fifth mansion. Yeah. Mm-hmm. These people are still alive. They still have their mansions. Yeah. But if I blow up the pipeline of ExxonMobil, then I'll be in jail for life. Yeah. Yeah. And this is the fact that we value private property above those who consciously exterminate the possibility of living in the world. This is something fundamentally wrong, but it changes. It desires a big cultural shift. Yeah, because the property has to be turned around completely. I want to finish this panel, but last words, famous words. It's also a story of trade-offs. You know, like they say, you know, if I were to reduce my emissions, it'll cost me so much, and if he does, then it'll cost so much. And okay, he's in a poor country, so his life is not valued. But if I drive a car and I kill somebody, I'm held responsible. My feeling is that this business of trade-off, you know, I lose my income, he loses his life, for me that is completely inappropriate, which is why in our narrative it is about interspecies justice, intergenerational, intragenerational justice, and then going back to say 1 degree is the point at which you start to look at who is responsible and how to hold them responsible. Last question here.
And first of all, completely agree and super happy to be here in this evening. I am an artist and a lecturer, and the last few years is regeneration really has become my theme. And I think now, yeah, so I think we really have to organize wildly and joyfully and make organizing super accessible for everyone. Because, yeah, I think that is the key. And that then we, these big influences that you said and holders of money, they also have to be, you know, they're all earth dwellers. And a key shift that happened with me was the kind of flipping of the script of now everything is based on having a property, right? And with all the land rights, it's the right to extract. That is, you know, you have property and you have the right to extract the trees, the blah, the, and if this becomes the right to regenerate, to have this land and make sure it's, you know, it stays alive, then that is profit, you know, for everyone, because life is creating life. That's the rule of, you know, that's the logic of life. So I think. Have a question or? Well, it's not necessary. Can we? Yeah. Can we flip the script on the right to extract into the right to regenerate? That's what they call the circular economy, and I'm not sure that you can really do it, but there's a lot of money and energy going into trying to make the system circular so you don't extract, you don't waste. Unfortunately, energy is not part of the circular economy. That's the renewable, which is also using the mining and the disposal of the batteries, so that's not a circular economy. In maybe in the future it will become better because I hear the batteries are really improving very fast. And on the other hand, you have nature-based solutions. These are the solutions in that safe and just space where you actually increase the salaries of those who are mining if they have to mine. You clean up the mines and you clean up the water afterwards if they have to do that. But you make sure that you are doing it in as inclusive and as sustainable way as possible. And then when you chuck your telephones, you try and think, where does that telephone land up? Does it land up in my student's country in Uganda in their waste bin? And that's what's happening. We export all our electronic waste. Made a good bridge for the next. The carbon coin also now. This logic, the idea that if you don't extract something, it has more value. So every cubic meter, every X unit of carbon that is not taken out of the ground is worth more than when it's when you extract it. But the question, of course, that's is that's the standard asset story. Yes, last sentence. But do we want to follow a logic of monetization? I mean, at this point, you would say whatever, you know, every strategy at the same time because we have to fight with everything we've got. But more important, I would say, is to make those in power need to be so afraid to be willing to adopt these measures, like your global constitution, for example. Will it go without the fight? They have to be so fundamentally afraid of their own well-being and maybe the guillotine outside that they would prefer a global constitution that is grounded on a non-proprietary worldview than to continue what they were doing before. We will see. Thank you, Jonas, Jayuto, and Diana. Can I say something to the... Because I think the idea that you share is actually correspond very nicely with this idea of indigenous people movements that call territories for life. So territory not for property or for extraction, but for life. And that also highlights the relations between people and place, but also different kinds of rights relations. So rights relation that is not manifested or expressed in the context of legal system, of Western legal system. Okay, thank you very much. Diana, Jayuto, and Jonas. Ik zal even wat glazen erbij zetten. Volgende dikke half uur gaan we doorpraten. De gast maakte net een goed bruggetje. Micha Hamel, mag ik je uitnodigen ook aan tafel plaatsnemen? En daarnaast
Lisa Doeland en Ines Nuiten. Geef ze een groot applaus, dan zal ik ze zo introduceren. Lisa, filosoof, en haar boek Apocalypsofie veroorzaakte een schok, want volgens haar nadert het einde der tijden. Niet, nee, we zitten er middenin. En dat is natuurlijk al helemaal wat hiervoor werd gezegd. Want we moeten niet leren sterven, maar leren uitsterven. Nou, zo gezellig is het hier. Je bent nu midden in je proefschrift, begreep ik, over afval. Afval bestaat niet, zie ik dan al op die vrachtwagen staan. Ja, eigenlijk gaat het gaat ook daarover. Of, nou, de circulaire economie werd net genoemd. Overigens, ik ben niet halverwege, ik ben echt, echt bijna klaar. Oh, oké. Okay. Ja, 2 maanden of zo. Oh. Maand, 2 maanden. Bijna. Nee, een van de dingen die ik uiteindelijk ben gaan doen in dat proefschrift, want ik deed het naast ander werk als externe kandidaat. Ik ben er al best wel lang mee bezig, 1 jaar of 8. Dus daarom ben ik extra blij dat ik bijna klaar ben. Is dat ik op een gegeven moment, eerder had ik al, ben ik mij als filosoof met afval bezig gaan houden. Heb de vraag gesteld, hoe kan het dat wij zo ontzettend veel dingen hebben die we afval noemen? Of zijn ze misschien afval? Of noemen we ze alleen maar zo? Wat zegt dat over die relatie tot onze omgeving in ruime zin en bepaalde objecten? En uiteindelijk ben ik dat toe gaan spitsen op, ja, hoe houden we dit eigenlijk in stand? En een van de manieren waarop we dat denk ik nog steeds doen is ook binnen een circulaire economie. In feite, je noemt 1972. Dat is toch wel een eikpunt. De grenzen aan de groei. En ik zou eigenlijk zeggen dat sindsdien met allerlei theorieën en ideologieën wordt linksom of rechtsom geprobeerd die groei erin te houden. De circulaire economie is er eentje van. Ja, want dan is het alles maar circulair en ja, dan kunnen we eigenlijk eindeloos doorgaan. Ja, ja. Maar dat, nee, want het is gebaseerd op een verkeerd beeld van wat de natuur is en wat natuurlijke processen zijn. En zodoende maakt het eigenlijk alleen maar erger en niet beter. Ja, dus, ja. Naast jou zit Ines Nuiten, 21, klopt dat? Ja, dat klopt. Zo. Ja, ja, ja. Klimaatactivist, oprichter van Youth for Climate. Ja. En ik zag vandaag in je Instagram dat je een bachelor net hebt gehaald. Ja, ja, mensen, even een applaus. Ja. En waarin heb je je bachelor gehaald? Ja, het is een beetje een lange naam, jongens. Het heet Management of International Social Challenges. Maar het is eigenlijk een soort politicologie en sociologie, maar dan internationaal. Het is niet per se korter, maar misschien duidelijker. En nu ben ik dus door met mijn master in duurzaamheid verder en beleid. Dus. Maar je bent daarnaast ook nog een soort stand-up comedian, mag ik dat zo zeggen? Nou ja, performer, stand-up comedian. En performer, en je gaat een performance doen in dit kunstwerk. Klopt. Kan je daar al iets over vertellen? Of is het een verrassing die wij allemaal moeten ondergaan? Nou ja, jullie hebben er natuurlijk net al best wel wat van gehoord. En dan eigenlijk is onze rol, als ik ben een van de 4 performers, dus er zijn eigenlijk nog 2 zangers zijn erbij en nog een trombonespeler. En daarin improviseren we eigenlijk over deze tape. Dus zijn we eigenlijk meer nog de menselijke stem, want ik ben ook een soort van meer de spreekstem die dus nog meer de mensen, alle earthworkers, aanspreekt om, zeg maar, samen te komen en om samen dit probleem op te lossen, denk ik. En dan ook in met de verschillende intenties en gevoelens die erbij komen. Dus eigenlijk heel soms die hoop die je nog probeert te houden, maar ook die hopeloosheid en die machteloosheid die je met zo'n enorm groot probleem voelt. Dus daarin bewegen wij dan ons door die ruimte. En door die. Is het dan ook deels improvisatie of is alles wel al van tevoren bedacht? Het is allemaal improvisatie. Oh, okay. Ja, ja, ja. 6 uur lang. Dus elke keer is het weer anders. Dus je kan ook elke dag 6 uur kijken. Nou, het is wel heel erg afgesproken nee, wat we doen. Hè? We, ja, nee, we weten wel wat we doen. Nee, dat is. Het is, die gaat het niet is geïmproviseerd binnen een kader. Een heel duidelijk kader. Nee, dat klopt. We hebben een tekst waarbinnen we kunnen improviseren in welke volgorde we het zeggen. Maar ik ga niet ineens een heel monoloog houden. Nee, want Micha zei net, er zal niemand zijn of een gek die 6 uur lang. Maar dat ben jij dus wel dan? Ja, dat niet? Zijn wij wel, ja. 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 Ook wel een beetje een kwelling. Nou, het is misschien goed om te zeggen, kijk, wat waar Jonas en ik het over hebben gehad, is dat we niet willen dat er publiek is in de zin van publiek die naar iets kijkt. Maar zeg maar om zeg maar het onderwerp te belichaamd te maken, willen wij eigenlijk dat er iets voltrokken wordt.
als je daar bent. En als je deelnemer echt. Ja, als je daar in die installatie loopt, loop je letterlijk tussen de performers. Dus je bent er één van. En het appel van die grote letters aan de muren die we in Jonas' presentatie gezien, van Earthworkers Unite. Die staren jou aan, die praten tegen jou. En dan heb je dus ook nog een performer. Die staat met een vaandel, zo'n banier, die rode banieren waar die dieren op staan. Hè? Die dieren die het wel gedijen. Die gaan met de banieren door die installatie heen. En als publiek ben je dus deel van de processie of van het ritueel of van de manifestatie of de demonstratie. Dat weten we allemaal niet. En dat mag iedereen zelf verzinnen wat dat is. Maar we hebben die oppositie van publiek en spektakel. Die hebben wij proberen te doorbreken. Het wordt voor ons ook heel spannend om te kijken van hoeveel mensen komen er bijvoorbeeld. Gaat het heel vol zijn in die gangpaden? Of gaat het juist heel leeg zijn, waardoor die soort van desolate sfeer is, waardoor je heel ver kunt kijken? Weet je, dat wordt voor ons heel spannend, gewoon ja, zaterdag. Ja, en je loopt natuurlijk door die werken, door die piramides heen. En je bent uiteindelijk zelf ook een toekomstig fossiel. Dus het is en je bent een aardwerker. Je bent ook een aardwerker. Dus het is de bedoeling is de bedoeling dat het werken echt een appel op jou doet. Van realiseer je dat je dit bent. En je wordt ook aangesproken, omdat je dit bent, heb je een bepaalde functie in dit geheel, in dit hele ding. Ik heb inderdaad het gevoel dat inderdaad ook het belangrijkste deel voor mij is. Misschien nog meer dan de rest, maar om echt inderdaad de mensen die langslopen aan te spreken ook. Dat iedereen zich ook persoonlijk aangesproken voelt. Ik denk dat al wel gebeurt genoeg door hoe overweldigend het is. Maar dat ik nog directer even zeg van, come on, guys, unite. We moeten dit samen gaan doen. Ja. Hey. Unite. Dus ik vind het wel een heel interessante vraag die daarmee eigenlijk gesteld wordt. Hoe ben je een goed fossiel? Hoe kun je een goed fossiel zijn of een goed fossiel worden? Want ergens daar in de achtergrond spookt het gevaar van het relativisme. Van ach, we worden allemaal wel fossiel uiteindelijk vanzelf. Ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar als je ver genoeg uitzoomt, dan maakt niks echt meer uit. Nee. Ook extinctie, we hebben er al 6 gehad. En er gaan er sowieso nog meer komen. Op een gegeven moment komt de zon, die slokt de aarde op. Verder. Onverschilligheid. Eigenlijk. Ja, terwijl ik toch het gevoel heb dat jullie dus inderdaad heel duidelijk. Dus een goed fossiel, hoe kun je dat dan zijn? Ja, ik denk. Ik heb een boek van Lisa Doeland. Hier. En daar staat het antwoord in. En jij bent het zo? Apocalypse of fossie? Ben jij aan het lezen, Michael? Nee, ik heb het uit. Nee, serieus. Wat ik heel mooi vond, dit is haar boek. Heel mooi boek. Wat ik prachtig vond, was het stukje over rouw en melancholie. Waarin je schrijft, rouw is gericht op iets concreets, zoals iemand die is overleden, of iets aanwijsbaars dat verloren gegaan is, waardoor de wereld tijdelijk verarmd en leeg lijkt. Bij melancholie is er echter geen sprake van zo'n concreet verlies. Het ego zelf is verarmd en leeg geworden. Wie aan melancholie lijdt, keert zich tegen zichzelf en vervalt in gevoelens van waardeloosheid, machteloosheid en zelfhaat. En ik denk dat daar, einde citaat. Ja. En ik denk dat daar een sleutel zit. Want inderdaad, als je heel groot gaat kijken, hè, daarom is dat requiem / jubilate er ook. Dat je het niet meer antropocentrische perspectief, maar het perspectief wat veel groter is, eigenlijk zo groot mogelijk is. Dat kan ook tot onverschilligheid leiden, als het ware, wat je zegt. Je kan denken van, maakt het uit, ik ben er over 50 jaar ook niet meer en de mensheid over 500 jaar ook niet meer. Dus wat maakt het ook? Maar ik denk dat hoe je een goed fossiel kunt worden, is niet door fossiel te worden, maar door te strijden voor je eigen leven, als het ware. Voor je leven als leven. Dus hoe een goed mens te zijn. Ja, maar dan natuurlijk niet alleen maar voor jezelf. Dus hoe je een voedende relatie met je omgeving kan hebben, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat we het eens zijn. Ja, heel goed. Het ging ook over dit blok, heb ik voorbereid, dat het ook over tijd gaat, want het is een enorme tijdspanne waar we het nu eigenlijk al. Oh, dat kan je ook opzoeken bij Lisa's boek. Nee, ja, ik. Ja. Ja. Dat is wel makkelijk, ja, ik, zeg. Ik, geef ik, het ik, boek even. Nee.
Ik hou van filosofie en ik hou van, strepen in boeken zetten. Dat doe ik ook heel graag. Wat is tijd in deze context, Micha? Want het is eigenlijk een installatie die gaat over... En ook jullie gedacht in over... Dat kan ik ook al gelijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, wat je ook interessant zegt is van... We spraken eerst in de termen van het is 5:12. En dat klinkt zo'n hele mooie symbolische tijd van... Oh, er is nog tijd, maar heel weinig tijd. En is dat dan nog wel iets wat we kunnen zeggen? Want eigenlijk is het al lang 12 uur te laat, eigenlijk. Maar waarvoor? Maar daarin is die tijd soort van iets heel... lastigs, omdat je gewoon... Je moet je er ook weer niet aan overgeven, denk ik. We kunnen ook weer niet zeggen... Oké, nou ja, laat dan nu alles maar zitten. En dan, weet je, laat die 1% dan nog maar het langste leven... en dan de rest sterft langzaam uit. Dus soort van, ik denk dat we in die tijd die we dan nog wel mogelijk zouden hebben... ook al is het eigenlijk al te laat, wel zoveel mogelijk nog moeten doen... met elkaar en dan ook gewoon degene die er echt verantwoordelijk voor zijn... ook gaan laten belasten. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om tijd hier heel duidelijk open te breken. Dus het gaat om... Er zijn heel veel tijdelijkheden die ook naast elkaar bestaan. En er is niet één tijd, er is niet één richting waar we in bewegen. Er is niet... net als die mythe van de vooruitgang heel erg problematisch is. Van we gaan daarheen, dus ook de groene energietransitie werd al genoemd. Dus als je dat is een soort fetish als stip op de horizon 2050, dan staan we daar en dan heeft iedereen een elektrische auto. Maar inderdaad, de extractivistische manier van denken, die logica, die blijft bestaan. Als je deelt het zo ver weg een doel, maar ook een angst die ver weg is. Terwijl volgens mij moet je het meer openbreken. En dus die apocalyps, want dat heb ik dus een van die dingen die ik heb geprobeerd te onderzoeken. Helpt het nou om in apocalyptische termen te denken of niet? Want dat is vaak heel erg duidelijk, zwart-wit, voor-na, goed-fout. Ja. Maar je kan ook denken in termen van een meer langzame apocalyps... die ook veel versplinterder is. Daar waar we nu eigenlijk in zitten. En daar zitten we in. En hoe kun je daar op een bepaalde manier... een soort gevoel of bewustzijn voor ontwikkelen? Ook omdat je dan niet gaat wachten op het moment dat je zeker weet... nu is het te laat. Of nu is het nog net op tijd. Want het kan je enorm in de weg zitten. Ja, want eigenlijk is dat punt er... Is er ongeveer nooit, toch? Ja, tenzij je natuurlijk je hele huis ik denk dat we... dat je kan wel terugkijken en dan zien... Dus 72 was een belangrijk punt, maar ik denk dat ergens... aan het einde van de jaren 80, misschien wel aan die tafel die jij noemde... met de oliebarons, dat het moment is waarop er... een duivels contract is. Contract en dat vervolgens politiek en in beleid... op bepaalde allerlei manieren werkbaar geworden is. En vanaf, ja, zeg, 95 of zo werd het steeds... meer... Versnelling of zo. Versnelling en ingebed. Mm-hmm. Er werd een ecologische voetafdruk gepopulariseerd door British Petrol. Dus inderdaad die individualisering van deze problematiek... waardoor je inderdaad niet naar het systeem kijkt... maar je wel in je eentje schuldig en schaamd volgt dit voeren. Nou, zo verdiept het dan verder. Maar dus, ja, je merkt het als ik erover probeer te... Er zijn allerlei systemen die in elkaar grijpen... Ja, maar het feit van wat je zegt, we zitten er middenin... waardoor je niet zo de hele tijd zegt... ja, uiteindelijk dat einde der tijden, dat is nog toch... we zitten er dichtbij, maar het is daar. Maar jij zegt inderdaad, we zitten er middenin... waardoor je veel meer de kleine... Ja, en kijk, in Valencia zaten mensen er even in. Dus dat was wel wat dichterbij in Europa. In Nederland, wanneer was het? 21, Limburg. Nou ja, dus dan zit je erin. Elders in de wereld zitten er voortdurend mensen... en niet mensen de hele tijd... in. Het is heel oneerlijk. Het is heel oneerlijk. Maar het blijft dus pluraal. Dus het denken over tijd is ook pluraal, omdat onze inderdaad die hypertopos, als het ware, die als die kleine verdeling en al die kleine fragmenten waar de aarde uit bestaat, dat zijn ook allemaal tijdsfragmenten, als het ware. Ja, nou ja, werelden die eindigen. Maar het is niet zo. Maar er zijn wel bepaalde drijvende krachten waarvan je kan zeggen dat die kun je best wel aanwijzen. Welke dat zijn, of welke systemen, welke manieren van denken en doen dat aandrijven. Maar de wereld die verdwijnen, dat zijn er heel veel verschillende. Ik heb nog een vraag aan je, Lisa. Ik heb ook. Ik las in je boek over. Je was een documentaire aan het kijken van albatroskuikens. Die werden gevoed met plastic, omdat de albatros het voedsel niet herkent of het denkt dat het voedsel is. Ja. De baby, de kuikens, plastic food en vervolgens gaan die kuikens dood.
En daar is een documentaire van. Ik heb hem niet gezien, maar hij schijnt wel bekend te zijn. Ik zie wat geknik al. Albatros. Ja, hier en daar. Foto's okay. zijn ervan. Die... Oké, okay. ja. Allemaal gemist. Ik was druk aan het componeren, denk ik. Heel groot stuk. Jij schrijft daarover. Elke keer dat ik er eentje openmaakte, zegt de meneer die dat... De documentaire maker, dankjewel. Was het alsof ik een gruweltentoonstelling zag. Maar ik geloof dat het belangrijk is om de duistere realiteiten van onze tijd aan te gaan. Om de moed te verzamelen om niet weg te kijken. Niet als oefening in pijn of boetedoening. Of om ons, een slecht gevoel te geven over onszelf. Maar omdat zich in dit getuigen zijn een deur opent. Prachtige zin. Einde citaat. Ja. Prachtige zin. Ik denk ook wel dat wij, dat Jonas en ik dit hebben proberen te maken. Dat het iets is waarvan je, waarin je getuige bent en ja. waarvan je getuige bent. Waar dat zich, zeg maar, jou. Het staart jou aan met een afgrondelijke aporie, eigenlijk. En ik ben blij dat ik hier bij jou lees dat het een deur opent. Maar wat zien we na die deur? Wat is de volgende stap? Zet die aan tot actie? Of waar leidt dat toe? Dit niet in je eigen rouw dompelen, niet ontkennen, niet bewenen, maar recht aankijken. Wat zien we dan? Waarom? Als we die deur openen. Ja. Ten eerste vind ik wel interessant om kort even te reflecteren op jullie tentoonstelling die ik nog niet heb gezien, maar waar ik toch een gevoel al voor gekregen heb. Die volgens mij mij dan meer naar wegduwt dan deze documentaire bijvoorbeeld. En ook de foto's die hij eerder maakte. Dus Chris Jordan die heeft een fotoreeks Message from the Gyre. Daar hebben we allemaal foto's heeft hij gemaakt van die albatroskuikens. Later heeft hij ook een documentaire gemaakt. En daar zit wel iets pathetisch. Het is mooi, ja. Het is esthetisch. Het speelt ook wel heel erg op het gevoel. Toen ik... Ja, hij was denk ik al ingeleverd, of niet? Max Lee Boyron, een Canadese marinebioloog, die schrijft specifiek, dus niet over die documentaire, maar wel die foto, die dus door heel erg veel mensen in presentaties, ook academische, wordt gebruikt. En die schrijft eigenlijk, hou ermee op, dit kan niet, het is niet leedvermaak, maar het is een soort misbruik, extractivistisch misschien ook wel, je wil indruk maken. En bovendien, en dit is interessant, en dat neem ik dan maar van die Boron aan, want ik ben geen marinebioloog, maar volgens hen is het zo dat die beesten toch altijd al stierven. Alleen nu, op het moment dat ze sterven, hebben ze ook plastic in zich. Terwijl normaal, voordat ze dan dus gevoederd en wel, voordat ze van het eiland wegvliegen, komt alles weer naar boven. Tegenwoordig komt dan dus ook dat plastic weer naar buiten. Mm-hmm. Ja, of niet. En dan sterven ze daar en dan zit dat plastic er dus ook in. Het zou niet zo zijn, want ze werd gesuggereerd. Ze denken dat ze een volle maag hebben, maar het is plastic. Maar de suggestie, wat die Boron zegt, en dit neem ik dan maar aan, is de suggestie die met die foto's wordt gewekt, is die beesten zijn doodgegaan vanwege dat plastic. Ja. En dat klopt dus niet. Ze zouden toch al gestorven. Maar... toen ben ik me gaan afvragen, hoe gebruik ik deze foto? En wat doe ik ermee? Hoe zet ik hem in? En uiteindelijk denk ik dat ik die vogel opvat als een soort figuur om mee te denken, die ons iets vertelt over ecologische verknooptheid. Ik denk ook dat die vogel, dat ben ik pas later gaan inzien, dat we onszelf als het ware ook in die vogel kunnen herkennen. Zeker. En dan snappen, maar wij hebben die misschien niet die grote stukken plastic, maar wel microplastics en PFAS en chemicaliën. Ja. Waar bij die vogel dus heel erg veel plastic daarbinnen eindigt, geldt voor mensen. Ik denk dat in mij minder microplastics zitten dan iemand die vlakbij een vuilnisbelt woont. Het opent verschillende manieren van denken, ook over onze tijd, over die wond, het opent een soort duister ecologisch bewustzijn, zou ik met Timothy Morton willen zeggen. Dat is een beetje de deur waarvan je zegt... Dat is die deur, ja. Ik wil even naar Ines toe. Ja. Want jij eindigde, want het ging ook over tijd. En we dachten, jij bent 21 en je hebt nog veel meer tijd dan toch hopelijk voor je. Hoop het ook. En dan is het ook begrijpelijk dat jij je inzet en je bent activist, je bent...
een van de oprichters van Youth for Climate. Je hebt een grote demonstratie ooit georganiseerd. 40.000 jongeren. Mm-hmm. Wat denk je... volgens mij is ook jouw vraag... gaat activisme helpen of gaat het ook tegen je werken? Wat is jouw ervaring? Ja, goede vraag. Ik denk dat het... beide kanten, het heeft een beetje... maar het helpt denk ik in essentie... enorm, maar het moet gewoon van vele kanten komen. Het moet door middel van activisme, het moet door middel van beleid, het moet door middel van dat we de bedrijven stoppen met dat ze kunnen lobbyen door dat beleid weer te stoppen. Maar ik denk dat activisme in essentie gewoon laten zien dat er veel mensen zijn die vinden dat er een probleem is, die normaal niet altijd ook hun stem kunnen laten horen. Toen ik ermee begon was ik 15, dus ik kon ook zelfs niet eens stemmen. En dat je daardoor dan zelfs voor de jongeren en eigenlijk heel veel mensen wel opstaan en laten merken van, hey, wij vinden allemaal dat hier een probleem is, dus doe hier dan wat aan. Ik denk dat dat eigenlijk heel goed is. En alleen nu zie je dus dat het over de jaren heen dus meer Extinction Rebellion is gekomen, dat dat dus wat extremistischer is geworden, vinden heel veel mensen. En dat je daardoor dan voor heel veel, veel mensen het makkelijk is om tegelijk te zeggen van, ja, die hoeven we dus niet meer serieus te nemen, want die gaan gelijk weer alles verstoren en die willen... Ja, die zijn, en ik kan niet naar mijn werk. Gekkies. En dat is gelijk het lastige, want als je het eigenlijk in vergelijking zet en kijk wat voor een enorme crisis we hebben, waarin we nu over een realistisch perspectief hebben van, gaan we hier nog wel zijn, tegenover dus een paar mensen die een A12 blokkeren voor een middag, denk je van, oh, is dat dan eigenlijk zo heel erg dat ze dat doen? Ja, of Jonas die zegt, als ik een pijplijn oplaas, dan zit hij de hele dag leven achter de... Is dat dan eerlijk daarvan dat jij dan je hele leven, of iemand die dat zou doen, zijn hele leven in de gevangenis zit? Of is dat dan dus uiteindelijk wat we echt gaan nodig hebben om dit hele systeem te gaan doorbreken? En dat mensen dan eindelijk een oog open doen van, hey, wat wij nu andere mensen aan de andere kant van de wereld aandoen, maar wat steeds dichterbij komt. Misschien moeten we daar dus vooral nu nog veel sneller mee beginnen. Ja, dus en nog groter worden. En nog, ja. Want dat is het dan ook. Want je hebt ook grootouders voor het klimaat. Zijn jullie daar al mee verbonden? Want ook. Ja, zeker hoor. Wij waarderen iedereen. Ja, iedereen is top. Intergenerationeel. Ja. Nee, 100%. Ja. Maar wat krijg je zelf te horen? Nou, dan krijgen we ook wel mensen die tegen je aan zeggen van... Zeker. Ja, van is dit nou nodig? En het kan toch op een andere manier? En waarom moet je nou per se daar staan? Of je kan toch ook gewoon op het Malieveld staan? En dat merkte je, dat deed je ook in het begin. En dan in het begin was het met onwijs veel mensen. En dan ga je met Mark Rutte praten. Ga je met de politiek, zit je in allemaal interviews. En dan denk je, oh my god, wauw, het wordt super groot. Dit heeft heel veel impact. We gaan het maken. En dan op een gegeven moment doe je maanden verder, een jaar later, sta je er weer met en veel minder mensen. En bel je met het nieuws en zegt ze, maar wat is er nieuw? Denk ik, hoe bedoel je, wat is er nieuw? Hoezo moet er iets nieuws zijn? Het probleem is er nog steeds en het is nog groter geworden. Ja. Waarom zou je het nu wel of niet uitzenden? Zeg maar. En ben je, want daar had je het net ook, of ben je hoopvol? Ja, jawel. Nee, ik ben nog steeds wel hoopvol. Want ik merk dus eigenlijk juist dat als je op dit soort avonden met mensen spreekt, of gewoon ook dus met dat soort acties steeds meer mensen opzoekt, dan merk je van, oké, ik ben niet alleen in mijn stress en we kunnen met elkaar nog wel heel veel bereiken. Dus, en ook juist als je in gesprek gaat met mensen die misschien niet eens zijn met dat jij daar staat, zijn wel eigenlijk vrijwel al die mensen het wel eens dat er nog steeds klimaatverandering is en dat er wat moet veranderen. Dat er nog wat kan veranderen? Ja, ook wel. Maar ja, er moeten wel gewoon, inderdaad, wat je zei, er moet gewoon hele systematische veranderingen. Morgen gewoon gestopt worden met alles. Ben ik ook in dit gebouw van de Academie van Kunsten ben ik lid. En wij hebben ook veel contact met de Jonge Academie. Dat zijn zeg maar de jongere wetenschappers. Ja. En daar zit Erik van Sibylle bij, dat is een oceanograaf. En die heeft die combineert zijn activisme met zijn wetenschappelijk werk. Juist omdat die niet meer van elkaar los getrokken kunnen worden. En die houdt vaak een lezing. Een van zijn zeer aanschouwelijke lezingen zijn waarin hij uitlegt wat er gebeurd was als we sinds de jaren 70 niet aan natuurbescherming hadden gedaan. He, en daarmee inspireert hij veel jonge mensen en zegt hij van, kijk eens, deze dingen hebben we nog, of hebben we al, of hebben we weer. Of
om, juist omdat we zo ons, hebben, ons zo hebben ingespannen. Hè? Dus, positief verhaal eigenlijk. Ja, nou ja, in zekere zin, ja. In ieder geval een eerlijk verhaal wat ook weer wat nieuwe inspiratie brengt. En, het is wel degelijk, het heeft wel degelijk nut om je dan ergens voor in te zetten. Ik wil even naar Lisa gaan, want jij weet over hoop. Heb je volgens mij ook zo je filosofieën? Nou, ik ben lichtelijk in een debat over hoop verzeild geraakt. Omdat ik, dat was vorige zomer, dat boek was net uit. En toen werd ik in het groepje geschaard van mensen die eigenlijk zich schuldig maakten aan de zonde van de wanhoop. Hè? Dus waar is nou het perspectief? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om steeds te vragen, hoe wordt hoop ingezet? Waarom wordt van jou gevraagd om te hopen? Waartoe word je uitgenodigd om je hoop te vestigen? Ik denk dat dat steeds heel belangrijk is. En altijd, als het dan gaat om een soort hoop op de instandhouding van de status quo, van je eigen comfortabele westerse levensstijl met een vergroend sausje, dan moet je denk ik heel erg op gaan letten. Jan Bendel heeft het over moodsplaining. Dat vond ik wel mooi, want Rebecca Solnit die introduceerde ooit het begrip mansplaining, kennen we allemaal. En juist Solnit, die ook mooie dingen over hoop schreef, als iets wat je, ja, waar je de hele tijd mee bezig moet blijven, een vorm van activiteit toch, die maakte zich dus zondig aan moodsplaining. Ja, om de hele tijd die stemming of die... Ja, zo van, maar we moeten niet in paniek raken. Ja. We moeten niet apathisch worden. Terwijl ik denk dat een gezonde dosis... Nou, apathie weet ik niet, maar een gezonde dosis angst op zijn tijd, maar ook woede, is denk ik heel belangrijk. Ja, Micha? Mag ik? Ja. Oh, dat is fijn. Ja. Mag ik? Als geoloog ken ik de hypsografische curve. Dat is de toename van de zeeniveau na de laatste ijstijd. Dat gaat 10.000 jaar duren en de zeespiegel stijgt 100 meter. Als het nu het kantelpunt bereikt wordt, dan zeggen mensen, sommigen die hebben het over 40 meter, anderen over 70 meter. En dat betekent dat je een periode krijgt van 4.000 tot 7.000 jaar. Dat je overal ter wereld chaos hebt. Is het niet, omdat we nu zoveel data krijgen, gerechtvaardigd om dat over te laten aan kunstmatige intelligentie, dat we afgaan op die gegevens om in ieder geval ons eigen hoofd boven water te houden, en ook om die kunstmatige intelligentie het besef te geven dat ze op een bepaalde manier moet reageren, wil ze zelf voor het bestaan. Ah, ja, nee, mijn eerste reactie is in ieder geval, weet u hoeveel energie dat kost? Die kunstmatige intelligentie, die moeten dan wel regelen dat ze dat zelf ook weten op te wekken. Ik weet niet, ja. Heeft iemand een beter antwoord? Nou, bijna. Het is wel fascinerend dat het probleem eigenlijk... waarom mensen niet geloven in politiek en wetenschap, is omdat die de problemen niet op een aanschouwelijke en snelle manier kan oplossen. Dus het vreemde is dat het probleem zo groot is dat zelfs de politiek het niet aan kan, als het ware. Ik heb wel een beter antwoord, inderdaad. Dankjewel. Want ik denk, wat we hier ontwaren is een soort savior complex. Dus waar eerder misschien nog bepaalde mensen dachten, misschien kan Elon Musk ons redden, zijn waarschijnlijk nog steeds mensen die dat denken. En dan gaan we naar Mars. Zie je, en dat is denk ik ook vanuit angst, van ja, maar er moet toch iets of iemand zijn die ons kan redden? Nou ja, hopelijk dan de AI, want die is... wordt er nu gedacht. De nieuwe god. De nieuwe god, maar niet, niet omdat we je nou zo bijzonder vinden, maar ik snap nu de vraag, ja. Nee, ik denk wel dat het een aspect kan zijn. Ik denk dat we met technologie heel veel kunnen bereiken, maar het kan niet de enige oplossing zijn. Dat is wel het hele ding daaraan. En want dat zou ook een te makkelijk argument zijn van, oh, dan doet de technologie het, dan doet de kunstmatige intelligentie het, dus dan kunnen we eigenlijk gewoon door met consumeren wat we willen. Maar dat is natuurlijk niet op zoek. Het illustratief is dat ik vroeger
Wacht even in de microfoon. Want het... Ik ben van een jaar van 16 en daar zijn 3 van mijn jaargenoten gaan wonen in Valencia, Benidorm en daartussen. Dit is een leuke fun fact. Ja, ik dacht meer AI, dan word je als wetenschapper in ieder geval niet aangesproken of in elkaar geslagen of wat dan ook. Want dan heeft AI dat allemaal bedacht, hè? Die theorieën over, of tenminste de voorspellingen van de apocalyps. Ik vind het zo'n op een bepaalde manier een soort managementoplossing. Terwijl ik denk, maar we hebben hier toch te maken met een politiek probleem, een sociaal probleem, een ethisch probleem. Het is geen managementprobleem. Nee. En op het moment dat je ervan uitgaat dat er een bepaald, in dit geval een AI-systeem is, dat van bovenaf dan kan kijken wat ook het beste is voor iedereen. En dat vervolgens zo goed mogelijk managen. Ja, dat is een... Het is een gevaarlijke mythe, denk ik. En je ziet ook nu in de omgang met de ecologische crisis, catastrofe. Ik vind de catastrofe, daar houden we het op vanavond. Dat die ruk richting, in ieder geval spreken in termen van managementoplossingen, heel aanwezig is. Terwijl op het moment dat Shell en dergelijke en lobbyisten het proberen te managen, dan is het natuurlijk eigenlijk alsnog keihard politiek, alleen het wordt niet zo noemt en ervoor geschoven. Ja, hierbij aansluit ik helemaal eens wat mevrouw Suhardiman net ook zei. Het is een ontologisch probleem. We moeten ons mens zijn, als het ware, opnieuw bevragen en doen. En niet vormgeven. En niet vragen of iemand ons probleem kan oplossen. En terugkomend op het aspect tijd. Omdat natuurlijk de fossielen die komen uit miljoenen jaren. En het is in een veel groter perspectief. Want wij denken altijd, we willen de wereld aan een beter achterlaten voor onze kinderen. Zijn we dan heel naïef of arrogant? Want over zoveel jaar is die mensheid inderdaad weg. En zijn inderdaad de dieren die Jonas op de banier heeft gezet alleen nog over? Nou ja, naïef en arrogant zijn we natuurlijk altijd ook. Maar waar Jonas en ik het heel erg over zijn met dit project in de beginnende gesprekken waren, we willen niet in de narratief komen die toch als op een soort kleinburgerlijk is van ik wil dat mijn kleinkinderen een goed leven hebben, weet je wel? Dat je dat tot zo'n horizon van een jaar of 70, 80, zo nog niet. Ik zie mijn kleinkinderen bijna al aan de horizon verschijnen, bij wijze van spreken. We hebben juist gezocht naar die hele grote opening. Tijdspannen, ja. Omdat daar die nieuwe vragen ontstonden. Die vragen van wat is rouwen, wat is juichen, wat is een fossiel, wat is een getuigenis van een leven. En hoe verkrijgt dat ze waarde in een ritueel? Daarin zijn onze muzikale en visuele gestes als het ware uit opgebouwd. Ja, ja. Ik zou zeggen dat de soort intergenerationaliteit daar alsnog in opgenomen is. Omdat, uiteindelijk, kijk, op het moment dat er een fossiel is, dan is het opgehouden voor een bepaalde soort. Maar ik denk dat een van de dingen die mensen zo angst inboezemt als ze denken over uitsterving, is dat ze beseffen dat er een hele lijn ophoudt. Mm-hmm. En dat hoeft niet alleen maar van mens op mens op mens te zijn, maar ook breder. Uitsterven is natuurlijk altijd iets wat allerlei soorten samen doen. Nou ja, niet omdat ze daar allemaal samen verkiezen. Maar dat is dan hoe het zich aan het voltrekken is, omdat één soort is geen soort. Maar ik heb dus het idee dat uiteindelijk, zonder dat er heel erg in zit, dat die kleinkinderen er misschien toch een klein beetje in zitten. Omdat dat... dat maakt je eigen dood natuurlijk draaglijker als je denkt, mijn kinderen kunnen voortleven. Ja, überhaupt. Ja, maar we hebben het stuk ook wel gedacht als een soort vergadering of een parlement of een assemblée. De dieren op de banieren worden gedragen door de lichamen van de performers. Dus het is ook een boventijdelijke aanwezigheid juist van al die lagen die we proberen tot expressie te brengen. Het zeg maar puur dat er een echt fossiel aanwezig is. Daar is een groot
En dat je aan kan raken, dat je echt weet, ik heb, dit is 66 miljoen jaar oud. Dat doet een appel op jou, op jouw existentie als het ware. Wie ben jij? Wie ben jij dat jij mij nu aanraakt? En in de tape trouwens, nog even, ja? is ook een eend heel vaak door. Af en toe hoor je... helemaal uit het niks. Het heeft nergens iets mee te maken. Niet in de structuur, want ik heb laten zien, de structuur is outside time, hoor je, hoor je af en toe zo'n eend langskomen. Want de vogels zijn eigenlijk de dinosaurussen. Dit zijn de enige soort van die we nog over met de reptielen nog overhouden. Die eend die hangt gewoon in de ruimte. Die is er gewoon. Die komt gewoon soms langs. En niemand weet waarom, als het ware. En dat is ook een beetje dat appel, als het ware. Dat appel van datgene wat leeft en wat jouw levendheid, wat getuigt van jouw levendheid en waar jij getuige van bent, zonder dat het verder zin heeft, zonder dat het verder is ingebed in een Linnaeus catalogus of in een Darwin of in een weet ik veel, snap je? Het is er gewoon. En alsmaar dat is, het is in het nu, het is nu en nu is het nu en nu is het nu. En ineens is er een eend en die is ook alleen maar daar als geluid van een eend. Dat is een hele mooie afsluiting. Dat tot slot, het. Zaterdag is het nu, dan is de opening. Ja. Zaterdag is open. Ja. Moet ik nog iets vertellen? Kijken. Nee, allemaal. Hoe laat? Ja. En Ines is daar natuurlijk bij. Ja, ik ben erbij. Ja, erin. Ja. En Lisa, even tot slot. Jij zei, dit stoot me iets meer af. In tegenstelling tot die een beetje esthetische foto's van. Ik vind dat fijn hoor. Maar. Maar ga je er wel heen? Zeker. Ja. Niet zaterdag. Nee. Ik ga er wel heen. Ja. Jonas, en zaterdag, wat ga jij doen? Ik bedoel, je bent er natuurlijk bij. Staat zijn microfoon aan? Dat weet ik niet. Jawel. Wat ik zaterdag ga doen? Ja, je bent er natuurlijk ook bij. Ja, ik ben erbij. Maar misschien als het enige wat ik nog zou willen zeggen in relatie tot het gesprek. Want het is een super interessant gesprek over dat hoopverhaal. En dat vragen over hoop. Ja. Volgens mij is de kern altijd, gaat niet over hoop. Ik ben volstrekt hopeloos en volstrekt zonder illusies. En ik vind dat zelfs een positief gegeven. Het zonder illusies willen zijn. Maar het gaat over solidariteit. En solidariteit, het gaat over solidariteit door de tijd heen. Maar je kunt solidair zijn of solidair willen zijn tussen aardwerkers in die schalen van miljoenen jaren en daarin intimiteit zoeken. En alsnog begrijpen dat het hier en nu, wat nu gebeurt, net zo fundamenteel is. Precies, ja. Even fundamenteel. Daarom vind ik het essentieel dat we geen evenement of bijeenkomst voorbij laten gaan en het niet hebben over genocide. Die ook culturicide is, die ook ecocide is. Ja. Van het Palestijnse volk. Dat gebeurt hier en nu. En daar kan hier en nu materieel, door ons te organiseren, door ons solidair te stellen, kan het verschil maken tussen het leven en dood hier. Het enige wat wij hebben in die plek waar we intimiteit zoeken tussen elkaar en over die tijden heen. Die ontkennen elkaar niet. Met of zonder hoop doet er in die zin helemaal niet toe. Nee, dankjewel. Ik wil jullie allemaal bedanken. De tentoonstelling is dus in het Noord-Brabants Museum, Earthworkers Requiem Jubilate. Tijdens het November Music Festival van 9 tot en met 17 november vinden dus live performances plaats met ook muzici. En daarnaast de installatie tot en met 9 maart volgend jaar te bezoeken als expositie. Ik ga er allemaal heen. En nu staan de drankjes klaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor je aanwezigheid. En nog één groot applaus van alle panelleden en Jonas en Micha. Dankjewel. Ja.